Die producten wel of niet bestellen. Dus er was ook wel eens een keer een discussie van ja, maar die bananen en die landwinkel, is dat dan wel oké of niet? Ja, die ene zegt van ja, dat vind ik helemaal niks, dus dat bestel ik niet. En ander zegt van ja, maar dan hoef ik niet meer naar de supermarkt. Dus ja, anders had ik hem in de supermarkt besteld, dus gekocht. Dus, We hebben thuis een melkveebedrijf en daarnaast maken wij van een deel van onze melk kaas. En dat is boerenkaas. Wij hebben met onze boerenkaas, zeg maar, dus met onze tweede tak, hebben wij getracht en zijn we mee bezig om die keten korter te maken. Dus om de productie, zeg maar, op ons eigen bedrijf te doen, de verwaarding van de melk op ons eigen bedrijf te doen. We maken van onze melk dus boerenkaas en dat zetten wij ook lokaal af in onze eigen boerderijwinkel. En daarnaast ook direct aan kaasspeciaalzaken en andere boerderijwinkels in de buurt. Wat was de motivatie voor deze werkwijze? De motivatie ligt toch eigenlijk in onze passie. Onze passie om met het product melk, wat bij heel veel bedrijven toch gewoon eigenlijk in de vrachtauto naar de grote melkfabriek gaat, om die melk zelf op je eigen bedrijf tot waarde te brengen. Dus om die melk, ja, te zien, waar kun je ermee? Nou, wij maken de boerenkaas mee. En daarna ben je ook bezig om in dat traject om te kijken hoe kun je dan dat product aan de man brengen. Zijn er nog meer vragen vanuit de zaal? Ik ben een echte veeliefhebber. Dus we zijn begonnen met een vleesveehouderij. Maar dan moet je afzet zoeken. En ik ben niet de persoon om aan grote slagerijen te leveren. En ja, we zijn voor onszelf begonnen. En het is eigenlijk geleidelijk aan uitgekomen. En wat mijn kracht is, denk ik, dat ik de mensen bij mij binnen laat kijken, trek de deuren maar open, zoveel mogelijk voorlichten, zeggen hoe we het doen, waarom we het zo doen, korte keten. En wat is korte keten? We hebben heel veel klanten bij ons in de buurt, onder andere een paar voedselcoöperaties. Maar ik moet eerlijk toegeven dat mensen uit het hele land bij ons komen. En waarom? Omdat ze bij ons kunnen zien en horen en voelen wat nou werkelijk het agrarische is. En we kunnen een beetje inspelen op wat de mensen mooi vinden. Wat zijn de voordelen van uw werkwijze? Het geeft mij heel veel voldoening. Ik bedoel, als grote producent moet je zoveel doen en ik mag het wat dichter bij de koe doen. Ik krijg heel veel dankbaarheid. Klanten pochen allemaal op je vlees en hoe je het wendt of keert, als u een nieuwe auto koopt en de buurman zegt, wat heb je een mooie auto gekocht. Dat vind je mooi.